Zo kom je nog eens ergens. In een beetje verborgen bossen loods is een groepje mensen druk bezig met heel veel bamboe. Ik ben een enorme vogel aan het bouwen. Zijn kop, zijn nek beweegt helemaal. Zijn bek kan natuurlijk open en dicht. Hij vliegt, zijn staart kan bewegen. Vliegt? Hij vliegt, ja. Ja, ja, hij komt niet echt van de grond, maar het ziet eruit alsof hij vliegt. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ja. Bamboe is licht, heel sterk, relatief goedkoop. Dus in die zin is het fantastisch materiaal. De vogel is voor deze kunstenaar het symbool voor de vrijheid. Ja, hij moet de vrijheid krijgen. Het is de vogel van de vrijheid. Zo heet de performance ook, performance voor vrijheid. Wat ik net zei, het is een heel belangrijk thema. Een van de belangrijkste dingen wat ik vind is... Nederlanders of Europeanen hebben een heel erg grote mond over vrijheid en wie en wat er wel in mag of niet in mag of weet ik het wel allemaal. Terwijl ik denk, wie heeft er hier nu echt ooit het meegemaakt om niet in vrijheid te leven? Ik denk dat er heel erg weinig zijn en ik denk dat juist die vogel daarom gevlogen moet worden door mensen die weten wat het is om niet vrij te leven. Te kunnen leven. Ja, ja, ja. Zij bedienen de vogel, zij laten hem vliegen, zij laten hem bewegen, zij geven die hele vogel betekenis, vorm en inhoud. Maar Nederlanders doen ook mee. Het ponton, zeg maar, waar de vogel op staat, wordt voortbewogen door roeiers. En dat zijn 10 Nederlandse mannen. Omdat Nederland natuurlijk in de geschiedenis ook een behoorlijk aandeel heeft in vrijheid, in slavenhandel en dat soort dingen. Maar daar kun je je ogen voor dicht doen, maar dat doen we niet. De naam van het kunstwerk, Performance voor de Vrijheid, en de vogel zelf zijn een verwijzing naar de PVV. Het is kunst die de discussie aangaat. Ja. Maar Erik blijft optimistisch. Vlak voor de brug zal hij een duikvlucht nemen, zijn vleugels inklappen, onder de brug doorduiken en daarna zijn grote vleugels weer uitslaan.